De FOSPA, een netwerk van onder meer inheemse groepen en milieuorganisaties, heeft eind vorige maand in Belém, Brazilië, een declaratie opgesteld die het behoud van de Amazone uitroept. De Surinaamse milieuactivist Erland Sleur heeft het initiatief genomen een exemplaar van dit document aan de Surinaamse regering te overhandigen. Dit moment vond plaats op maandag 8 augustus 2022 bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. We waarderen het ook dat u uw ervaringen met ons deelt, omdat wij het milieubeleid over het algemeen, en we herhalen het steeds, om te zeggen dat het beleid het is te complex en te groot en te veel om alleen aan de overheid over te laten. We hebben iedereen nodig. En als er één beleidsgebied is waar we allemaal dezelfde richting moeten opkijken, dan is het wel milieu. We hebben geen keus. Milieu is wat mij betreft het enige beleidsgebied waar er geen ruimte is voor politieke spelletjes. Maar waar we ons moeten houden aan de committeringen van de wereld en de committeringen die wij zelf aan ons opleggen. Milieubeleid heeft geen grenzen. Toch is het goed om, wanneer we praten over het Amazonewoud, zaken in perspectief te brengen. Het Amazonewoud is 40 keer zo groot als Suriname. Ik zeg dat omdat we moeten weten waar wij zelf staan. De ontbossing in Suriname is nog geen 0,5%. Ontbossing in het Amazonewoud is 17%, veel meer als in Suriname. Je kan je dan natuurlijk gaan afvragen van wat kan jij bijdragen? En als we de conclusie trekken dat vanwege het kleine aandeel dat wij hebben, dat er niets valt te doen, dan vergissen we ons verschrikkelijk. Omdat Suriname, ondanks het kleine deel dat wij uitmaken van het Amazonewoud, een belangrijke bijdrage kan leveren. En zeker als voorbeeld. Ik geloof in een Suriname waarin wij de rest van Zuid-Amerika, en om te beginnen, maar ook de rest van de wereld, dat we wel in staat zijn met juist beleid en de juiste attitude van ons allemaal, niet alleen de overheid, met de juiste attitude dat wij een van de champions voor wat betreft klimaat en milieu kunnen zijn en biodiversiteit. Toch moeten we dus, als we dat willen zijn, zullen we aandacht moeten besteden aan de problemen die u ook heeft opgezond, die in grote mate ook identiek zijn aan dat van andere landen. We hebben hier niet gemerkt, en God behoede ons, dat mensen worden vermoord vanwege milieu-issues. Dat hebben we nog niet. We hebben niet gezien dat er stammen of volkeren zijn die dus worden gedood omdat die overheid of anderen of kapitaalkrachtigen een onderneming willen zetten op het grondgebied van de mensen. We hebben wel issues die we moeten oplossen. We hebben het grondrechtenprobleem. En ik kan u garanderen, want ik heb het zelf gezien, dat het grondrechtenprobleem heel binnenkort op de agenda van de Assemblée komt. Ik kan u ook garanderen dat er activiteiten worden ondernomen omdat wat er in het binnenland gebeurt, de ontbossing als gevolg van de kleinschalige mijnbouw, de kleinschalige goudsector, dat ook die op de agenda staan. Het gaat niet snel genoeg. Ik wenste wel dat we mogelijkheden hadden om die gisteren op te lossen. Ik moet u zeggen, ik ben vol goede moed begonnen aan deze immense job. En ik dacht echt dat we binnen niet al te lange tijd het gebruik van kwik met name tot het verleden zouden kunnen laten behoren. Maar het is niet zo. Het is veel complexer en ik hoef niet uit te leggen, maar u weet zelf, het is veel complexer. Wat niet betekent dat er niks wordt gedaan. We moeten ook werken aan het behoud van ons bos. En daar zijn er hele ambitieuze programma's nu in voorbereiding om het management van ons bos veel beter te doen. Suriname is een van de, zeg maar, lage ontbossingslanden. Maar desalniettemin is er nog veel te doen.
Zeker wanneer het erop aankomt om onze mensen die in de bossen, de tribale volken, de inheemsen, om die te beschermen, moet er veel meer worden gedaan. Laat me u garanderen dat het kwikgebruik en de gevaren daarvan voor ons heel ernstig zijn en dat ze heel hoog op de agenda zijn. Het feit dat u misschien te weinig van ons hoort, wil niet zeggen dat het niet onze aandacht heeft. Ja. Nou, het houdt in van dat wij ons grote zorgen maken over de Amazone. Ik heb onlangs deelgenomen aan een grote conferentie in Belém van alle Amazonelanden en FOSPA Suriname was met mij als coördinator vertegenwoordigd met een weliswaar een kleine delegatie van 4 personen, maar we waren aanwezig, we hebben meegedaan aan de protestmars, want er zijn grote bedreigingen voor de Amazone van ontbossing, bedreigen van de mensen die daar wonen, het vermoorden van de mensen die daar wonen, het verdrijven van de mensen die daar wonen en het vernietigen van de biodiversiteit voor het gewin van bedrijven, mensen die daar gewoon landjepik spelen. En ook voor de sojaproductie, goudwinning, vervuilen van de rivieren. Dus het is een en al, als je het goed bekijkt, is het ellende wat in de Amazone nu plaatsvindt. En we horen vaak op de radio en televisie van dat er weer mensen zijn vermoord. Veelal inheemse leiders die zich inzetten voor de strijd om voor behoud van de Amazone, van hun gebied, voor de bossen, voor de dieren, maar ook vooral hun gezondheid. En daarnaast worden ook mensen vaak bedreigd door mensen die daar andere belangen hebben. En wij zien eigenlijk dezelfde ontwikkelingen in Suriname gebeuren. We zien dat er heel veel goudwinning in het binnenland is. We zien ook steeds meer gewapende machten. En onze mensen wonen daar, die voelen zich niet meer veilig. En we weten dat goud, ze noemen dat goudkoorts. En mensen kunnen daar zodanig hebzuchtig en egoïstisch van worden, dat ze de rest van de natuur, van het milieu, van de mensen daar niet meer gaan respecteren. En ze gaan doen wat ze willen. En dit is in ons land, in de andere Amazonelanden zijn het vergelijkbare problemen, nog erger zelfs. En wij zijn bang dus dat diezelfde problemen ook hier in Suriname zullen voorkomen. Want door al die wapens, militaire groepen, milities, soort securities, zoals ze zich nu noemen. Ja, die mensen die met goudwinning bezig zijn, die willen hun ding beschermen. En ze willen geen pottenkijkers, ze willen geen mensen dus die moeilijkheden voor ze maken. Want ze willen vrij dat goud uit de grond halen. Maar daarvoor moeten ze de bossen verwijderen, ze moeten de grond afgraven. Er komen heel veel vervuilende stoffen bij vrij, afgezien van het kwik wat ze gebruiken. En ja, dat staat haaks op het beleid wat onze regeringen, ik zeg onze regeringen, want al deze landen hebben bijgedragen aan klimaatverdragen. Hebben daar klimaatverdragen ondertekend, voorbehoud van onze bossen, voorbehoud van het klimaat en het tegengaan van broeikasgassen, maar ook vooral de biodiversiteit, gezondheid, mensenrechten, om die te beschermen. En ja, dan zie je dus dat er in het binnenland eigenlijk een vogelvrije situatie is waarbij de mensen niet beschermd zijn. Waar onze bossen eigenlijk gewoon vernietigd worden, zonder dus dat er een kip naar kraait. Maar ja, die mensen die daar zijn, die voelen dat wel. Die merken dat ze worden ziek van die kwik. Hun water is niet meer schoon, waarin ze baden, waarin ze wassen, waarin ze al hun dingen doen, waaruit ze drinken. En ja, dan krijg je allerlei problemen die nu op zo'n dusdanige manier zijn, dat wij nu echt zeggen van genoeg is genoeg. En we roepen eigenlijk, wij zijn FOSPA Suriname, maar FOSPA is natuurlijk een hele grote organisatie van alle Amazonelanden, Forum Sociaal Pan-Amazonicum. Oké, dus je moet het allemaal met jouw symbool hebben. Zeren kunnen ook iets over Suriname, Amerika, Amazona, inono iets over. Achter kunnen jij ook kuhramaton kenet i kutu pengton wwa hneton onim pakenton tiri neton ide boya tuarek taj menyar me kumuiti gong me kepibi gong gang sere iwe tofo ege sere tiri adi ege sere
seretong naka tiriati ati ame sere kuhrama de ane ahtare patawararam bono tiharama sere ya ku tu ipagan kuek kuhati kuek ide hramatona ide ide ame ide tombe kari me kehtene mata hin kuhramat nohane menyare kunono kombe ku tu pagan tombe we pagan don kuhrama sene ne ide ame tuare kehtar mahtene sere be sere naka tiritane kumanyamo tare no tombe Ideme idea kasih kuyani awaran iwehto me serani memaita Kristo hanai mata hen ideme nakasen ketirtene nabofa voordat ik antwoord geef wil ik de inheemsen feliciteren met de dag van morgen en mijn visie hierover is dat het is een belangrijk document omdat we hebben gezien dat heel veel organisaties milieuorganisaties zich nu aan het bundelen zijn om als het ware de Amazone oerwoud en intact te houden. En daarvoor hebben ze gezamenlijke aanpak nodig van de verschillende organisaties en landen. En hierbij zoeken ze ondersteuning van de regeringen om daarbij het woord te voegen dat uiteindelijk de Amazone oerwoud beschermd wordt. Hey Surinam Bonton, Kokoro kan Gwegon Nian Kokoro Nihil Ogestes Hideme, Bosco Pusere Karmaswe Kriane Amerade, en Kokoro Nai, Nihil Ogestes, Sasame Kueto Hong Idenai, Ege Eikare Respect Ketene, Tarenome Gwegon Yapono, Sen Surinambo, Ideme Ukai Eane, Kokoro Nai Gwegon, Titirante Kumanyamo Penator Kumanyamo Sembon. Ide ame kokoro kyuru ko iwigene yang atagar sa same keten SEGFS wagete ida pu ka kyane ame rare ta oke brada nang sa de farale in himse mi wan bar odi tamara adi sa odoro fu unu en ununa erste bo unes pan Suriname dat mek mi wan bar oli di so win speede win so fara ide mi wan chara bosko pu gi unu tag di sta kofiri a unusani nanga spirituel nanga dus nanga yeye fasi usaptaki ununa erste bonus fu asrananja dus da kobra sa userefi ko forgive useref baka en we godoro grantangi